Gebrekkig familiebank. Maar ik heb 1, 2, 3, 4 duizend euro verdiend. Lappen! De telefoon van Ronald van Tilburg van de vangrail in Meijon staat roodgloeiend. Eén dag na het optreden van rapper Lian Kleine. Na minder dan 3 minuten besloot de artiest maandagavond van het podium te stappen, nadat er met bier werd gegooid. Ondanks de voorzorgsmaatregelen van het café. Lian Kleine, het bier gooien is natuurlijk bekend, dus dat risico nemen wij als organisatie en het risico is bij Lian Kleine zelf bekend. Dus gisteren hebben we gewoon ervoor gekozen om bouwwerk op 2 meter hoogte op redelijke afstand van het podium neer te zetten ter bescherming van het bier gooien en om eventuele incidenten te voorkomen. En dat is ook kortgesloten met het management van Lian Kleine, of dat akkoord was. Ja, natuurlijk zetten we dan de vraag van vraag je er niet om of niet. Alleen ja, de berichten waren gewoon, we hadden families binnen met kinderen die van Lian Kleine kwamen. Gewoon fans, gewoon leuke klanten die het willen zien. Maar inderdaad ook de categorie mensen die bier gooien. Hoe lang zou het duren voordat het bier gegooid wordt? Dus dat wouden we indekken. Hebben we afspraken over gemaakt met management. Dus ja, dat hadden we gewoon allemaal netjes klaarstaan. En we hadden 7 man beveiliging die het mee in de gaten hielden. Ondanks dat besloot de rapper om afscheid te nemen van het aanwezige publiek in de feesttent van Café Parties. Gebrekkig familiebank, maar ik heb 1, 2, 3, 4, 1000 euro verdiend. Lappen! Wij stonden hier alles in de gaten houden. Er werden 4, 5 glazen werden gegooid. Maar dan meer lege glazen. De bekers kwamen niet bij Lian Kleine. Er gebeurde helemaal niks. Alleen na het eerste nummer, Lian Kleine pakt de microfoon. En hij maakt een opmerking van jongens, als jullie bier willen gooien, ik vind het goed, dan kan ik lekker naar huis toe. En dan heb ik 1, 2, 3, 4 duizend euro verdiend. Want dat kost die gast bijna. En op dat moment dat hij dat gaat zeggen, van jongens, als jullie willen bier gooien, ja, dan zelfs als je een rode doek het publiek in gooit, van jongens, kom maar. Nou, dus er komt 1 glas bier, landt op zijn schouder, een paar druppels raken hem. En in hetzelfde zinnetje loopt hij gewoon de tent uit. Ja, iedereen kan het zien, want het staat op bijna alle sociale media. En een hele loop landelijke sites ondertussen al. In de landelijke media volop aandacht voor het voorval. De Nederlandse rapper, in 2015 onder het grote publiek bekend geworden met de hit Drank en Drugs, heeft in het verleden al vaker shows afgekapt na te zijn geconfronteerd met een bierdouche. Op de manier zoals hij ermee om is gegaan, ja, dat is gewoon echt belachelijk. Dus wij waren toch wel redelijk wit-heet met zijn houding en de manier waarop alles gebeurd is. Dus we hebben er alles aan gedaan om hem proberen terug op het podium te krijgen. Maar ja, meneer met zijn attitude stapt gewoon de auto in en hij rijdt aan langs een boom en door struiken heen. En weg was hij. Dat was gewoon geen reden vatbaar. Ik vind het dan wel niet kunnen. Ja, het wordt vaker gedaan, dus hij kan het wel verwachten. Dat is wel jammer voor Ronald, eigenaar. Arrogant? Ze noemden hem allemaal Lul Kleine. Desondanks werd er na het incident een gefeest in de tent. Dus ja, wat dat betreft is de feestnet wel echt super verlopen. Klanten wisten het risico, dus de avond zelf is gewoon perfect verlopen. Dus vanavond nog 1 avondje te gaan met undercover en dan hebben we de kermis erop zitten. En normaal het avondje met undercover loopt ook goed. Dus als dat allemaal, dan zijn wij tevreden. Alleen we vinden het wel heel erg jammer voor de klanten en zeker voor de jongere jeugd die hier met zelfs vaders en moeders waren. Ja, echt jammer dat die gewoon niet het optreden hebben kunnen zien. De organisatie bekijkt of er vervolgstappen ondernomen kunnen worden. We zijn met management in gesprek over hoe de situatie is verlopen. Het management kan ook alle filmpjes en alle media bekijken, dus ze kunnen een redelijk goed beeld krijgen. En ja, ze gaan in overleg met Lian Kleine over de situatie. De kermis in Meijon wordt vanavond afgesloten. 1, 2, 3, 4, 1000 euro.